Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het district Nikeri. De bewindsvrouw heeft op woensdag 2 februari een druk schema afgewerkt waarbij zij diverse scholen en afdelingen die resorteren onder haar ministerie bezocht. Dennis Malone, onderwijsinspecteur basisonderwijs en parlementariër Harriet Ramdien benadrukken in gesprek met de communicatiedienst Suriname het belang van het bezoek en gaan in op de onderwijsontwikkelingen en uitdagingen in het district. Nou, laat me er dit van zeggen. Wij zijn dus als district Nikeri vereerd met dit bezoek. Ik kan zeggen dat wat het onderwijs betreft in Nikeri er een ontwikkeling is, haast op alle niveaus. En de minister is vandaag op de openbare school Longmee in de oostelijke polder. Bewust is ook gekozen voor de oostelijke polder, omdat we vaak genoeg scholen in het centrum aandoen. En ik kan er dit van zeggen, dat met de ontwikkeling die er is binnen het onderwijs, het nieuwe curriculum, ja, de nieuwe werkwijze, dat met de komst van de minister dit dan ook een boost krijgt. Het eerste waarmee we zitten, laten we zeggen, de gebouwen, ja, infrastructuur. Wat het aantal leerkrachten betreft, daar zijn we dus goed voorzien. Maar de gebouwen, onderhoud van de terreinen, regelmatige aanvoer van leermiddelen. Zeg maar ook het aandoen van scholen buiten Nikeri. Want ik heb dus ook onder mij de scholen in het Wayambo-gebied, de scholen te Kabalebo, Apura, Washabo. En het aandoen van de scholen, het brengen van bezoeken aan de scholen, die controle uitoefenen op de scholen, daar moeten er toch wel wat middelen vrijgemaakt worden, zodat we dus het verloop van het onderwijs daar ook kunnen controleren. Gaat u zo dadelijk ook wat kritische kanttekeningen presenteren aan de minister ter bevordering van het basisonderwijs? Nou, kritische kanttekeningen zou ik het niet noemen. Het zijn situaties waarmee we geconfronteerd worden en daarin moet gewoon een oplossing komen. Wat moet na dit bezoek gaan, wat moet het resultaat gaan zijn? Kijk, het eerste waarnaar wij streven is kwaliteit. Ja? En kwaliteit, de kwaliteit van het onderwijs, daar heb je wat randvoorwaarden. Je hebt een goede leeromgeving nodig, je hebt voldoende leermiddelen nodig. De kinderen die moeten de scholen ook bezoeken, blijven bezoeken. In deze tijd praten we over COVID-19, maar in een keer zien we dat ondanks dat de kinderen naar school komen, er zijn wat ziektegevallen die worden gemonitord vanuit de medische diensten. En al met al kunnen we zeggen dat dat kind gewoon een kindvriendelijke omgeving moet hebben. En als we dat hebben, als school, dan denk ik dat we de goede weg op gaan. Dank u wel, meneer Malone. Kijk, dit soort bezoekjes vind ik heel belangrijk. Ik zou ook andere ministers aanraden om dit te doen, omdat dit een contact tussen het veld en de minister ook verstevigt. En vaak is het zo dat er een heleboel informatie zijn waarvan misschien de minister net niet op de hoogte was en door dit soort bezoekjes ze allemaal wel meekrijgt. En laten we eerlijk zijn, zeggen in het parlement is één, maar het rechtstreeks van de mensen horen uit het veld is toch even belangrijk, waardoor je het rechtstreeks hebt. Dus ik zou aanraden, alle ministers moeten eigenlijk naar het veld om dit werk te doen. Wij zijn nu op Mulo Sital Singh. U kwam net uit een deliberatie met leerkrachten
minister en haar staf. Heeft u enkele kanttekeningen geplaatst? Ja, ik had een beurt daar om het woord te voeren en ik heb gelijk aangegeven nadat ik de informatie verkregen van de heer Top en het werkcommissie en van de minister, heb ik wel duidelijk aangegeven dat informatie wat wij hier vandaag gehoord en gekregen hebben, dat dit heel belangrijk is dat het naar buiten gaat. Naar buiten bedoel ik vooral de ouders en ook de kinderen en natuurlijk de leerkrachten ook. Maar voor mij is op dit moment een heel belangrijk factor dat de kinderen en de ouders begrijpen waarover het gaat. Er is nog heel veel onwetendheid over dit stuk naar buiten toe. En ik heb natuurlijk de minister ook gevraagd, laat de communicatie zo breed zijn, waardoor de ouders meer inzicht hebben om hun kinderen te ondersteunen naar de keuzes die ze moeten maken. Want het zijn nieuwe richtingen, het zijn nieuwe keuzes die ze moeten maken. En u weet, nieuwigheid is vaak onbekend, minder bemind en dat moet dan bij de mensen gaan aangekweekt worden. Kijk, wat ik vandaag gemerkt heb is een pilotproject en ik zou het niet eens pilot doen. Ik zou eigenlijk op alle scholen starten. Want wat ik gezien heb, vind ik een heel belangrijke stap. Een heel goede stap in de richting naar de kinderen die meerdere keuzes kunnen maken naar hun eigen vermogen, naar hun eigen inzichten. En dat vind ik dat elk kind de mogelijkheid moet krijgen. Maar oké, goed, we beginnen vandaag met een pilot. Ik hoop dat het volgend jaar op alle scholen mogelijk gaat zijn. Want wat ik gezien heb en wat ik gehoord heb, naar het kind staat het centraal en ik vind dat zeer belangrijk. Wat is uw boodschap naar de leerlingen, studenten van Nikeri, maar ook de onderwijsgevenden? Ik zou zeggen, ga ermee. Ga ermee in zee. Volg het. Het is een goede richting. Het is een goede stap voor de kinderen. Er zijn meer keuzesmogelijkheden, zoals ik eerder net zei, naar de vermogen en de mogelijkheden van het kind. En dat moet er zijn. Je kan een kind niet in een bepaalde richting stoten, terwijl dat kind misschien in die richting niet wil gaan. Er moet meer mogelijkheden gecreëerd worden voor het kind en dat zie je dat nu gebeurt met A, B, C en de minister heeft aangegeven straks komt D en dan ben ik content daarmee. Ik vind dat heel belangrijk dat de mogelijkhedenverruiming voor het kind komt. Dank u wel. ढूंढती है बेबी तू हर जगह ना I'm the one yeah I'm the one छोड़ो नखरे जल्दी से बाहों में आओ ना I'm the one yeah I'm the one yeah मुझे पता तेरे पीछे हैं हजारों पर हजारों मेरा मुझको मिलाओ जैसा तू कहे वैसा मैं करूँगा तेरा पीछा ना छोड़ू कभी I'm the one गला मेरी मन In eerste instantie ben ik me persoonlijk komen oriënteren, omdat ik heel graag luister naar de mensen zelf. Ik heb natuurlijk rapporten gehad van mijn staf, die vrij helder waren. Maar je wil altijd toch even zelf met de mensen praten. En dat heb ik dus ruim gedaan. Ik heb met docenten gesproken, met leerkrachten gesproken, met inspectie gesproken, maar ook met mensen die gewoon in het dagelijks leven werken. Met vissers, met bouwers, met mensen die in de bosbouw zitten. Ik heb met heel veel mensen in Nikeri gesproken. En het geeft me een goed beeld van wat men vraagt in Nikeri. En wat de problematiek is bij de uitvoering van ons werk in Nikeri. Verder heb ik een nieuwe studierichting geopend, zeg het maar zo. En die nieuwe studierichting is, noem het maar MULO C. Tot nu toe hebben we gehad, wanneer de kinderen overgingen van de tweede naar de derde MULO, dan waren er maar twee keuzes. Of je gaat naar MULO A, of je gaat naar MULO B. Dus heel Suriname gaat of een beetje wiskunde en natuurkunde doen, of ze gaan in de handelsrichting, handels en economie. En dat was te weinig. Dus we hebben nu gestart MULO C. En dat is een richting voor talen en informatie, communicatie, technologie. Omdat die kinderen daarvan houden.
en er veel belangstelling daarvoor was. Blijven zitten mag niet meer. Uit het systeem vallen mag ook niet meer. We moeten onze kinderen vasthouden, eigenlijk totdat ze 16 zijn. Voorlopig houden we ze vast totdat ze 14 zijn in de tiende leerjaar. Elke Suriname moet naar school zijn gegaan tot het tiende leerjaar. We kunnen geen land opbouwen met mensen die zijn uitgevallen vierde klas lagere school. Vasthouden. Moeten ze allemaal een 10 krijgen voor alle vakken? Dat niet. Maar je houdt ze vast en je kijkt, oh, maar hij is wel goed in dat vak. En hij is wel goed in dat vak. Normaal, als je van twee vakken een diepe onvoldoende had, dan moest je blijven zitten en dan moest je het hele jaar over doen. En dan deed je het hele jaar over en dan bleef je toch weer zitten. Na twee of drie keren dan wordt het een kind dat maar blijft hangen tot hij 15 is. Mag niet meer. Mag niet meer. Doorstoten. In de dingen waarin die kinderen heel goed zijn. En dan ga je zien dat er, dat ze gaan opfleuren. En dat ze het leuk vinden op school. Afschrijven mag niet meer. Blijven zitten mag niet meer. Je moet ze vasthouden in de dingen waarin ze wel goed zijn.